De geavanceerde NanoSpy Link configuratie software heet Link Configuration. Deze software is alleen verkrijgbaar via Hitma, maar heeft naast netwerkinstellingen een aantal extra functionaliteiten. Dus ook deze sluit je weer aan door de link aan te sluiten direct op USB-poort van de betreffende PC. Je maakt verbinding op deze knop. En je ziet hier vervolgens al een aantal gegevens. Dus ook de softwareversie, hardwareversie, serienummer, MAC-adres, device type. Wat voor aansluiting die heeft. Bijvoorbeeld is ook te zien dus dat in deze link geen Bluetooth module zit. En verder een aantal andere instellingen. Dus de netwerkinstelling is eigenlijk hetzelfde als de standaard software die gewoon via MySirius verkrijgbaar is. Dus hierin kan je deze ook weer, dus DHCP uitzetten en netwerkinstellingen toepassen. Maar je ziet hier, dus dat je nog wat serverinstellingen kan aanpassen. Vaak is dit allemaal niet nodig, omdat de standaard goed staat. Maar geef je wat extra gegevens, maar wordt met name gebruikt als je bijvoorbeeld... lokale software gebruikt, dus niet de cloud software, maar lokale software, een server. Verder kan je ook de configuratiefile van de link up- en downloaden. Weer terug. Dus je kan nog even een dump maken van de EEPROM. Kan zijn als er bijvoorbeeld problemen zijn en je die file moet sturen naar JRI voor support. Je kan interface controleren, dus als ik die even in beeld zet, dus je kan de LED-rand kan ik testen, maar ook de LED-jes op het device, de buzzer, het relais, kan je schakelen. En je kan hem eventueel op een testmode zetten, waardoor die alle functionaliteiten doorloopt. Verder kan je de firmware van een NanoSpy in de link dus lokaal upgraden. Vaak gaat dit gewoon via MySirius, maar geeft dat een probleem, dan kan je dat lokaal doen. Die file die is ook alleen maar verkrijgbaar via Hitma, dus die kunnen wij eventueel van voorzien. Je kan hem rebooten. Ik sla tracking sloeg ik nog even over. Want dat is een functionaliteit die je kan gebruiken om eigenlijk elk nano-device te gebruiken om een signaaltest te doen. Dus zodra je komt in beeld welke nano's in de buurt zijn. Inmiddels hebben twee nano-spies zich aangemeld met deze link. Je ziet hier direct de firmware-versie, de signaal en de batterijlevel en wanneer die voor het laatst gecommuniceerd heeft. Dus elke NanoSpy kan je gebruiken om een signaaltest uit te voeren. En daarvoor maakt hij gebruik van de LEDs die geïntegreerd zijn in de NanoSpy. Ik check even welke ik heb. Ik heb hier de 346. Dus ik klik op Enable. En dan kan het soms eventjes zijn dat dit duurt. Want nu stuurt hij eigenlijk een speciale file naar de NanoSpy toe. Waardoor die ook sneller gaat communiceren. En de LED op de betreffende nano, die zal dan ook sneller gaan knipperen, wat je nu eigenlijk al ziet. Dus je ziet nu dat hij eigenlijk iedere seconde communiceert met de nano. En hoe verder ik nu weg van de link kom, zal dus de kleur gaan veranderen. Dus groen is goed, blauw is nog acceptabel, maar wel al rekening houden dat dat kritisch kan zijn. En als die rood is, dan zit je dus te ver van de link af. Dus dit is een manier om zelf een signaaltest uit te voeren op locatie.